voorstel. De ministers willen antidemocratische partijen verbieden door zelf, naar onze mening, antidemocratisch te handelen. Voorzitter, als we het hebben over het belang van de openbare orde, zou het een goed idee zijn om eerst te kijken naar de boelroepers. Bijvoorbeeld, ik heb net genoemd, de heer Wilders, die vandaag naar Utrecht is gegaan met twee collega's van hem. En daar, naar onze mening, ook haat gepredikt heeft. Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij echt niet ver hoeven te zoeken naar probleemveroorzakers. Allereerst wil ik de ministers vragen hoe hoog zij de kans schatten dat er daadwerkelijk een sharia-partij komt. Dat is een concrete vraag. Hoe hoog schatten de ministers dat er een sharia-partij komt? Ten tweede wil ik de ministers vragen hoe groot de kans is, als deze partij überhaupt komt, dat de sharia-partij zo machtig wordt in Nederland. Dat ze daadwerkelijk de democratie kunnen afschaffen. Voorzitter, Nederland telt ongeveer 900.000 moslims. Voorzitter, ik verwacht van de minister dat ze met cijfers komen. Ik verwacht van de ministers dat ze met reële dreigingen komen. Ik verwacht van de minister dat ze met serieuze risico's komen. Laten we stoppen met al dit onzinnige, irreële gedoe. Laten we ons focussen op problemen die daadwerkelijk spelen. Problemen zoals moslimhaat, vrouwenongelijkheid en racisme.